Welkom, beste leerlingen, bij dit nieuwe instructiefilmpje. Net zoals de vorige week zien jullie hier de titel staan van de nieuwe les en daaronder de cursuspagina's. Ook nu weer staat de cursus digitaal op Smart School toch het onderdeel dat je nodig hebt en kan je het dus daar gaan aanvullen. Jullie moeten deze week wel je cursus aanvullen en die uploaden in de juiste uploadmap om te bewijzen dat je je oefening gemaakt hebt. Dat even terzijde, dan gaan we starten met de wetenschappelijke revolutie. Maar voor we starten, zou ik jullie willen vragen om het filmpje even stop te zetten en naar de boekwidget op Smart School staan die de titel heeft De Wetenschappelijke Revolutie. Vul deze eerst even in, want het gaat heel wat duidelijk maken. En het is een leuk tussendoortje. Het zou fijn zijn als je pas dan verder keek naar dit filmpje. Hopelijk hebben jullie dat dan ook gedaan en laat me raden, normaal gezien zouden jullie met makkelijkheid alles correct moeten hebben. Want het gaat dan ook over zeer alledaagse kennis, kennis die we allemaal weten. En dat hebben we allemaal te danken aan de wetenschappelijke revolutie. Ik heb er de wereldkaart achter gezet. Het feit dat we weten hoe de wereld eruit ziet en waar de grenzen precies zijn, hebben we ook allemaal te danken aan die wetenschappelijke revolutie die plaatsvond in de nieuwe tijd. Het is dus best een belangrijk gegeven. Maar hoe komt het nu tot die wetenschappelijke revolutie? Neem er dan even jullie cursus bij op pagina 115. In de late middeleeuwen komen er steeds meer specifieke vragen. Nu, het is te zeggen, de mens had die vragen al eeuwenlang, maar die werden tot dan toe altijd beantwoord door de kerk en het geloof. En op het einde van de middeleeuwen gaat men op een andere manier die vragen willen beginnen antwoorden. Men vraagt zich bijvoorbeeld af, hoe komt dat alles samenhangt? Wat zijn die sterren aan de hemel? Hoe komt dat die, afhankelijk van de maand, er anders uitzien? Is er een bepaalde orde in? Of is alles gewoon toevallig? Is het toevallig dat we honden en katten hebben? Is het toevallig dat er mensen zijn? Of is er een bepaalde reden toe? En men gaat er eigenlijk vanuit dat men moet gaan leren leven met twijfels, dat men niet alles met zekerheid zal weten. Men wil dus wegstappen van de valse zekerheden die de kerk biedt. Want hoe je het ook draait of keert, niet elke uitleg van de kerk was even geloofwaardig, of je nu religieus ingesteld bent of niet. We zien hier een afbeelding die gemaakt werd door Galilei. En Galilei is een van de eerste mannen die ook echt wetenschappelijk kan aantonen dat de aarde wel degelijk rond de zon draait. Een hele hoop zaken die we al heel lang weten en waar iedereen ondertussen van uitgaat, maar die doen dus helemaal niet waren. Nu, er waren nogal wel mannen die dat hadden geopperd, maar de kerk had altijd gezegd dat het niet waar was. En wat is nu de oorzaak van dat nieuw denken? Hoe komt dat men in de nieuwe tijd ineens zo anders gaat denken? Dat heeft ten eerste te maken met de ontdekkingsreizen. Men ontdekt nieuwe continenten, nieuwe volkeren, heel veel nieuwe dieren, heel veel nieuwe gewoontes. En men komt ook in aanraking met andere denkwijzes en ook andere religies en andere kennispatronen. Waardoor men dus begint na te denken, ja, hebben zij nu gelijk of hebben wij nu gelijk? Door middel dat de religie minder alomtegenwoordig is, beginnen steeds meer mannen, maar ook vrouwen, zich van alles af te vragen. Er is ook veel meer handel. We zien hier in deze afbeelding, je ziet een zeer oud gezelschap. Hè, er is geen keuken, men is aan het koken op een open vuur. Maar wat zit er hier in die kooi? Ja, wel degelijk een papegaai. Dus er komen steeds meer mensen, komen steeds meer in aanraking met exotische zaken die ze daarvoor nooit kenden. En men wil een uitleg daarvoor. Ondertussen heeft ook de renaissance plaatsgevonden, daar hebben we ook al les over gehad. De samenleving wordt op dat vlak veel kritischer en ook veel individualistischer. In de middeleeuwen zijn er heel veel epidemieën geweest, waaronder bijvoorbeeld de Zwarte Dood, waardoor veel mensen gestorven zijn. En daardoor begint men individueler, kritischer na te denken. We zien hier een afbeelding van een van de meest bekende renaissance mannen, en ook humanist, dat is Leonardo da Vinci. En hij heeft hier een zelfportret getekend. Zelfportret wordt in de middeleeuwen zo goed als nooit gedaan. Je was deel van de samenleving, je was deel van het christelijke geloof, maar nooit alleen. Dus het idee, het beeld dat de mensen hebben over zichzelf verandert compleet. En dan hebben we ook het humanisme, de tekstkritiek. Men gaat teksten beginnen lezen en er kritisch over nadenken, dus ook de Bijbel. En dat gaf natuurlijk een heel ander beeld en heel wat problemen. Het gevolg is het empirisme. En het empirisme zegt dat alleen datgene
dat wat je kan bewijzen en meten en ook echt kan zien, alleen datgene je mag geloven. Bijvoorbeeld, de hemel is blauw. Ik kan dat zien, ik kan dat bewijzen door de breking van het licht. Dat is dus het enige dat ik mag geloven. En natuurlijk geeft dat een dikke ruzie met de kerk. In het begin proberen al die mannen, want zij zijn allemaal nog steeds christelijk, de wetenschap en de kerk nog te verzoenen. Men probeert een tussenweg te vinden, want men gelooft nog steeds in God. Maar het wordt vaak lastiger en lastiger. Ondertussen heeft men daar wel al manieren toe gevonden, maar er wordt nog altijd veel over gediscussieerd. Dit is een moderne kaart, nog maar net geproduceerd. New Standard Map of the World. Een Amerikaanse kaart. En wat zien jullie hier? Jullie zien de aarde. Dan, die is wel degelijk plat. Zoals jullie weten is er in Amerika een zeer grote groep van mensen die in de Flat Earth Theory geloven. Mensen die dus nog steeds geloven dat de aarde plat is. Het is zeer leerrijk om een keer op YouTube Flat Earth Theory in te geven en zowel de filmpjes te bekijken van de mensen die het wel degelijk beweren en de mensen die er tegen ingaan. Hetzelfde voor mensen die dinosaurussen en mensen nog steeds op hetzelfde tijdperk plaatsen. Nu dus, die ruzie met de kerk gaat dus terug tot de wetenschappelijke revolutie. En op pagina 117 zien jullie een hele hoop zaken die uitgevonden worden. De bedoeling is om zaken te kunnen meten, te kunnen zien, te kunnen bewijzen. Bijvoorbeeld, zeer actueel, wat vindt men op dat moment? Men vindt een microscoop uit en men komt erachter dat bacteriën en microben en virussen verantwoordelijk zijn voor onze ziektes. Wat dus wetenschappelijk en vooral op vlak van geneeskunde gezien een enorme vooruitgang is. Men bepaalt hier ook hoe de aarde rond de zon draait en dat die baan helemaal niet rond is en dat de aarde helemaal niet recht staat, waardoor we dus seizoenen hebben. Men vindt de telescoop uit, waardoor men de sterren kan zien. Thermometer, waardoor we plots kunnen gaan meten wat onze lichaamstemperatuur is en hoe de temperatuur buiten wel niet werkt. Men vindt de zwaartekracht uit. Wel, men vindt me niet uit, men ontdekt ze eerder. Dus er is een enorme opmars aan kennis en uitvindingen om die kennis te doen. Heel veel van de zaken die wij vandaag hebben en kennen, gaan allemaal terug tot de wetenschappelijke revolutie. Waaronder ook het idee dat de bliksem elektriciteit is en dat je met die elektriciteit gigantisch veel kan doen. Zoals natuurlijk ook dit filmpje maken. En er ontstaat een ware strijd voor kennis. En die wordt op twee fronten uitgevochten. Ten eerste gaan die heren, want het zijn hier nog altijd vooral mannen, tegen elkaar opstrijden om ter snelst te ontdekken. Want er is nu eenmaal gigantisch veel te ontdekken. Heb je een telescoop in de hand, dan kan je heel de hemel bekijken. En aangezien er nog niks geweten is, valt er enorm veel te vinden. Maar er wordt ook een strijd gehouden tegen de oudere ideeën en natuurlijk ook de kerk. Men gaat proberen de kerk en de wetenschap samen te brengen, maar de kerk staat daar helemaal niet open voor. Pausen en bisschoppen wijzen het volledig af, wat dus tot de totale scheiding komt die wij vandaag kennen. Jullie zien op pagina 117, ik ga verder op pagina 118, een tekstboom van Descartes en een oefening erbij hoort. Dit is Descartes. Hij is een belangrijke filosoof en wetenschapper. We zien dus hoe langer hoe meer mannen die anders dan vandaag verschillende wetenschappelijke velden tegelijkertijd beoefenen. Omdat dat nu eenmaal kon. Er was veel tijd voor die rijke mannen, ze hadden niks anders te doen. En er was ook zoveel te ontdekken. Vandaag is dat een heel pak anders. Je moet jarenlang zoeken in de hoop dat je nog iets ontdekt. Er valt nog veel te ontdekken. Maar er gaat vaak veel meer studie aan vooraf, waardoor mensen, mannen en vrouwen, zich veel vaker toespitsen tot één wetenschappelijk vlak. Maak even die oefening, zodat alles duidelijk is en verbetersleutel verschijnt volgende week. Nu, wat zijn de gevolgen? En die gevolgen klinken zeer modern. En daarom dat die wetenschappelijke revolutie zo extreem belangrijk is voor ons vandaag. Omdat heel veel zaken die dan bedacht worden of die dan ontwikkelen, heel ons leven vandaag compleet beïnvloeden. Dit is echt de scheidingslijn tussen het middeleeuwsdenkbeeld en het denkbeeld nu. De renaissance, humanisme, ontdekkingsreis, het komt allemaal samen in die wetenschappelijke revolutie. Bijvoorbeeld de afschaffing van hekserij, heksenvervolgingen en slavernij komt dan op gang. Steeds meer mannen en ook vrouwen beginnen te redeneren dat de mens gewoon gelijk is. En hekserij, ik kan het totaal niet bewijzen, dus ik mag het volgens empirisme niet geloven.
Al duurt het jammer genoeg nog even alvorens het echt afgeschaft wordt, maar het idee ontstaat wel dan. Men gaat ook steeds meer de verantwoordelijkheid voor het leven bij de mens leggen en niet meer bij God. Bijvoorbeeld, wat kennen we vandaag? Als iemand kanker krijgt, noemen we dat al vaak iemands eigen schuld. We worden gebombardeerd met beelden van je mag dit niet doen en je mag dat niet doen en je mag niet eten, je mag niet in de zon komen, want daar krijg je kanker van. Deze afbeelding sluit daar goed bij aan. Mensen met longkanker die krijgen vrijwel onmiddellijk de vraag, ja, je zal wel gerookt hebben. Ook al is dat niet altijd het geval. Betere levensomstandigheden, bijvoorbeeld onderwijs, heeft daarmee te maken. Jullie mogen er dan misschien wel vaak op vloeken. Onderwijs biedt jullie de kans om later een job uit te oefenen die veel beter verdient en om een vrije keuze te hebben in die job. Als jouw moeder vroeger een wasmeid was, dan was de kans enorm groot dat jij dat zelf ook werd. Of je had keuze tussen andere beroepen die vaak nog lager geclasseerd stonden, want opwerken was onmogelijk. De scheiding van machten. Natuurlijk zit daar de kiem voor de democratie in verborgen. Scheiding van machten wil zeggen dat men een verschil gaat maken tussen de koninklijke macht en de wettelijke macht en ook de religieuze macht, die men dus gaat loskoppelen van het echt regeren. Democratie kennen we allemaal vandaag. Ingrijpen in de natuur, bijvoorbeeld mais. Als je eens gaat kijken, heeft elke maisplant maximum 2 kolven. Dat is helemaal niet natuurlijk. Een wilde maisplant heeft er veel meer, maar veel kleinere. Wij hebben de natuur zo beïnvloed dat een maisplant slechts 1, maximum 2 perfecte kolven leveren. De levensverwachting stijgt enorm. In de middeleeuwen zat 30 jaar voor mannen, nu is dat 72. Het algemeen comfort, ja, al die technische uitvindingen, bieden enorm groter comfort. Denk maar aan de gsm vandaag. En natuurlijk de industriële revolutie die erop volgt. Denk maar aan de massaproductie van kledij. Primark is er een enorm goed voorbeeld van. Al die dingen die wij vandaag kennen, bevinden zich op dat schakelmoment. Maar natuurlijk ook, zoals jullie hier zien, global warming, vervuiling, veel te veel mensen. Al die zaken gaan natuurlijk ook terug tot dat punt. Dus zo positief is het niet allemaal. Jullie moeten daar een taak rond maken. Jullie gaan een interview houden met Andreas Vesalius. Hij is een heel bekende Belg en een van de belangrijkste mannen. En hij heeft de anatomie enorm bestudeerd. Je ziet hem hier terwijl hij een lijk aan het opensnijden is en de zenuwbanen in een arm bestudeert. Hij is dus een van die humanisten die tijdens de industriële revolutie, nee, de wetenschappelijke revolutie, excuseer, enorm veel uitvindingen doet. Jullie vinden de taak op Smart School. Wat gaan jullie vinden? Jullie gaan een hele hoop bronnen over zijn leven vinden en antwoorden op fictieve vragen. Jullie moeten de vragen erbij verzinnen. Een soort interview maken met hem. Je vindt de taak dus op Smart School. Ze staat ook in de cursus, maar ik heb ze uit jullie cursus nog eens opnieuw opgeslagen op Smart School. Tip is, boots een echt gesprek na. Doe alsof je echt aan het praten bent in de vragen die je stelt aan Andreas Vesalius. Wees dus uitgebreid genoeg. En de laatste vraagjes die je moet antwoorden, dat is even een kort opzoekwerk dat je moet leveren. Nu, voor je gaat zagen, mevrouw, dat is veel te veel werk. Jullie krijgen hier 2 weken voor. Je moet je cursus, nee, je moet de taak dus uploaden voor vrijdagavond 8 mei. Maar de ingevulde cursus wil ik wel deze week al opgeloot zien voor vrijdag 1 mei. Dus nogmaals, jullie gaan een interview houden met Vesalius. De antwoorden hebben jullie al. Jullie gaan de vraag erbij formuleren. En dus om jullie daarin te sturen en te helpen en om hem beter te leren kennen, krijgen jullie eerst al die bronnen. Je moet dat dus niet invullen in de cursus. Je vindt die taak nog eens apart op Smart School, zodat je die voor vrijdagavond 8 mei in de juiste uploadzone kan uploaden. Veel succes en als er vragen zijn, zie ik jullie deze keer hopelijk wel bij de live sessie, als ik het deze keer een keer goed doe. En je kan mij ook steeds mailen. Veel succes en tot de volgende keer.